Kijk je daarom uit? Ja, iedereen wil wel naar de hemel. Hè? Wie wil er niet naar de hemel? Maar waarom? Waarom wil je zo graag naar de hemel? Geef hetzelfde antwoord. Omdat ik dan nooit meer hoef te zondigen. Verlang ik daarom naar de hemel? Dan is het zondigen voorgoed voorbij. Maar dan mag ik hem volmaakt liefhebben. Volmaakt bedoelen. Volmaakt eren. Volmaakt dienen. Dat is de hemel. Dan is de dood, zo staat het hier hè, in vraag 42, enkel een doorgang, een toegangsdeur. Toegang waartoe? Ja, tot het eeuwige leven. Dat is wat. Voor iemand die de Heere lief heeft, is de dood niet een deur naar de ondergang, maar naar het eeuwige leven. Sterven om te gaan leven. Die Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die bij die aanslag op Hitler betrokken was, en in april 1945 terecht werd gesteld. Hij werd opgehaald uit zijn cel naar de galg. En dan zat hij met 6 andere mannen in die cel. En hij had juist een uur daarvoor nog een overdenking gehouden over Jesaja 3, het was lijdenstijd, april. En had hij nog een korte meditatie gehouden in die cel over Jesaja 53, vers 6. Onze krankheden heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Dat is het laatste geweest. Het kwam ze hem halen. Häftling Bonhoeffer, niet komen. En iedereen wist, als dat gezegd werd, dat wordt je laatste gang. En toen keek hij nog 1 keer terug naar die mensen in die cel. En toen zei hij, dit is voor mij niet het einde, maar het begin. Zo ging hij naar de galg. Dit is voor mij niet het einde, maar het begin. Catechismus, een doorgang tot het eeuwige leven. De dood helpt mij om eeuwig te gaan leven.